Het had niet zo ver mogen komen, zo zegt cultuurdirecteur Roseline Daan. Ze reageert op de aankondiging dat twee functionarissen van de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, de UNESCO, hun functie hebben neergelegd. Het zijn de site-manager van UNESCO, Stephen Fauquet, en Vidya Narain, de secretaris-generaal van de Nationale UNESCO-commissie Suriname. Er is contact geweest met de UNESCO en ook nog met de IDB. En zij zijn zeer verontrust over de ontwikkelingen. Trouwens, vanuit ICOMOS, dat is een orgaan binnen de UNESCO, is ook gewaarschuwd voor de bouw zoals die, zoals de mensen dat willen gaan doen, de huidige situatie. Er is contact en nogmaals, ze zijn zeer verontrust. Er zal vergaderd worden over Suriname. Het onderwerp zal gaan over de werelderfgoedsite Suriname en hoe verder. Het had echt niet zo ver mogen komen. Nogmaals, het gaat om een commitment tussen het land en de internationale organisaties. En dat moet je wel als waardige partner kunnen tonen. Ondanks alle bezwaren is besloten door te gaan met de bouw van het nieuwe vergadercomplex dat volgens onder andere Fauquet niet voldoet aan de eisen van UNESCO. Paramaribo staat op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. In de afgelopen periode hebben enkele ingenieurs en de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname, SGES, laten doorschemeren dat de bouw van de vergaderzaal niet volgens de procedures en of regelgeving van UNESCO en ook niet volgens het masterplan van 2018 plaatsvindt. De historische binnenstad van Paramaribo staat sinds 2002 op de werelderfgoedlijst. Veel gebouwen, waaronder het complex waar de nieuwe vergaderzaal moet komen, dateren uit de koloniale tijd. Volgens ingenieur Darmungra moet er gepleit worden voor een stukje wijsheid en diplomatie in deze case. Ik denk niet dat deze wijze van omgaan met die institutie, zeker waar wij juist regels hebben overtreden, dat we op dat wijze, ik pleit toch wel voor een stukje wijsheid en vooral diplomatie op dit stuk. Ik weet dat deze uitspraak heel vervelend is aangekomen en bij het UNESCO hoofdkwartier zeker men dat zeer serieus zal benaderen. Dus het lijkt me toch dus dat we toch het hoofd koel houden in deze zaak. Vanuit het directoraat cultuur zijn diverse brieven hierover geschreven naar minister Henry Ory, maar tot nu toe is er van deze zijde geen actie ondernomen. Daan hoopt verder niet dat we door deze actie onze geschiedenis en onze werelderfgoedstatus kwijtraken. We willen niet dat onze geschiedenis verloren gaat. We willen ook niet onze werelderfgoedstatus kwijtraken door een bepaalde aanpak die niet gebaseerd is op afspraken die zijn gemaakt. Welnu, die brieven zijn gericht vanuit verschillende instanties. Zijn die brieven gericht onder andere naar de minister van Onderwijs, met CC's naar de desbetreffende functionarissen. En helaas zien we dat de bouwactiviteiten zonder rekening te houden met alle voornoemde punten, dat die toch wel van start gaan en doorgaan zonder rekening te houden met de verdragen die zijn gesloten en de afspraken die internationaal zijn gemaakt.